Goedemiddag, ik ben Desiree Stokkel. Het is zondag 22 september 2013, kwart over twee. Kenia waarschuwt Nederland voor brandstichting. In de Keniaanse media wordt uitgelegd dat veel Kenianen uit woede de gewoonte hebben om een gebouw in brand te steken. Nu Al-Qaeda de elite van Kenia aanvalt, kan het ook zijn dat er Kenianen komen of criminelen of terroristen die het plan hebben om het internationaal strafhof in de brand te steken. Ik heb erg veel video's gemaakt over Kenia. Ga daar naartoe. Ik wil niet alles herhalen en zeker niet in deze video. Het is wel zo dat Kenia nu nieuwe verkiezingen nodig heeft, want nog de van oorlogsmisdaden verdachte Kenyatta binnen het internationaal strafhof, nog de bestaande politici kunnen dit probleem oplossen. Een van de redenen waarom Al-Qaeda de elite van Kenia aanvalt is omdat de president boven de wet is en omdat westerse leiders boven de wet zijn. Ga naar mijn andere video's over het internationaal strafhof enzovoort.